jullie zijn hier nog aan het ronselen. Gaat jou niks aan? Gaat jou niks aan? Wat moet je? Wat moet je? Mannen, we gaan hier weer weglopen, toch? Jezus. Ja, nu lazen we dat jullie nog steeds met 140 man bezig zijn. Dus kun je ronselen, kun je toch ook wel even praten? Ik ben nu het damskortraal. Al uw collega's lopen weg. Kunt u dan... Nee, meneer. Ja, jij ook. Ga weg. En jullie zijn hier nog aan het ronselen. Gaat jou niks aan? Wat moet je? Hoe lang blijven jullie nog doorgaan? Er zijn allerlei regels. Iedere keer meer handhaven. En jullie blijven maar door. Dennis, je hebt gelijk. We hebben een afspraak. Oh, ja. Dat is een ronselaar. Ja, dat is hem. Een van de... Ja, dat blijft maar doorgaan hier, hè. Het houdt maar niet op. Zeker niet. Kan ik echt smelpen, kerel? Nou, ik heb geen taxi nodig, maar ik ben benieuwd waarom jullie blijven staan, terwijl het niet mag. De taxi's die staan daar, ik weet niet of je... Ik zag je er net nog geen lokken, joh. Kijk, met alle respect, in Angola is het nog beter geregeld, hoor, die taxiwetgeving. Ja, want ze mogen ook met geweld nu gaan ingrijpen, las ik. Ja, zeker. Kijk, wat mij betreft, dat meen ik serieus, en mijn partij ook, stuur het leger hier maar naartoe. Of je maakt maar Schiphol-commando's ervan en veeg die pleinen maar eens een keer goed schoon. En daar leren ze wel van. Ze mogen geweld gebruiken. Oh, echt? Nou ja, van mij mag dat. Je gaat gewoon door. Dat doen ze in alle landen ook. Andere landen. We zagen ze juist ook een ronselaar. Die had iemand gevonden. Ja, wij erachteraan. Ze rennen direct als een malle de garage. Ja, daar staan ze allemaal geparkeerd, hè. Dus jullie zijn nog steeds bezig? Wie? Kom op, hou me nou niet voor de gek. Wat is jouw beroep dan? Ik heb een online marketingbureau. Ik heb 12 man in dienst. Ah, je kunt je wel beter redden dan de rest, want die rennen allemaal weg. Is dat zo? Oh. Kijk, we gaan... Het enige wat wel helpt is als wij komen, dan rennen ze allemaal weg. Nou, ik zou zeggen, blijf hier lekker staan. Zeker in de vakantieperiode nog. Weg met die handhaving, zet hier een paar verslaggevers neer. Van Paul, ja zeker, goed idee.